Hallo, je vriend, nieuwe video. Vandaag gaan we weer een nieuw ding doen. En het is Pokémon van je red. Zeker, ja. Ik heb hem nog nooit uitgespeeld. Het spijt me om te zeggen. Ik heb wel andere Pokémon's uitgespeeld, maar deze nooit. Ik zat hier altijd vast bij de vijfde gym of zo. Ik zal wel even zeggen van, wow, hier zat ik altijd vast. En dan zat ik daar altijd vast. En dan is dat zo. In ieder geval moet je eerst natuurlijk altijd naar dat gelul van professor Oak luisteren. Maar dat gaan we gewoon doen. Zijn we niet jongen of een meisje? Ja, ik heb natuurlijk Cup Z, dus ik ben een jongen. Ja. Laten we beginnen met je naam. Wat is onze naam? We heten. Your name. Ja, we kunnen. Ik ga Yuri heten. Oh, wat grappig. Nee. Ik heet. Jawel, ik ga wel Yuri. Nee. Ik heet Dries. Ik wil eigenlijk Dries Roelvink, maar dat kan niet. Dus ik doe Patty. Wacht, kan ik pas Bratwurst? B-R-A-R-D. Nee, dat past niet. Dan noem ik mezelf Patty. Van Patty Bratwurst. Ah. Patty Bratwurst is een dingetje dat ik en Yuri hebben bedacht. En het is vet grappig. Waar is... Ja, Patty. Oké. En dan doe ik er 69. Nee, bij 69 moet je niet doen bij naam. Want dat is niet cool. Ja, onze naam is Patty. Hoe heet onze vijand? Dat is natuurlijk al iets wat we moeten bedenken. Ja, de vijand van Patty Bart is natuurlijk duidelijk Patricia Pai. Dus ja, nieuwe naam. Dus dan doen we... Patricia, past dat? Dat is toch lullig, als je Patricia heet en je wil je eigen naam doen in het spel, dan past het niet. Dat is toch fucking lullig? Of Patrick, dat past net. Patrick. Dan maken we van Patricia Pai een soort jongen. Nee, we doen Pai, gewoon. Pai. Paiert, zo. E-R-T, R en een T. Zo, en dan doen we oké. Oké. Zo, oké. We mogen eindelijk beginnen. Ja, Paiert. Ja, hij weet zijn eigen kleinzoon zijn naam niet meer, maar dat maakt niet uit. Je eigen Pokémon. Ja, ik wil beginnen. Goed zo. Lekker Oki. Professor Oak. Oké. Wat is dit? Dit is natuurlijk onze GameCube. NES natuurlijk. Nintendo. Electronic System of zo. Ik weet niet wat NES ook weer is. Ik ben even vergeten wat het ook weer is. Daar is onze moeder. Wow, het beeld is wel fucking vet pixelig. Dat is wel... ja, het is natuurlijk op de computer en emulator en zo. Dus ja, het is... Nu wil je natuurlijk hierheen, maar dan doet die kerel zo van... Hé, dat kan niet. Niet doen. Dan sterven je vrouw en kinderen. En dat wil je niet. En ja, het is inderdaad onveilig. Ja, en nu... het is veel makkelijker. Ik heb al vroeger altijd zo'n Scrum Game gespeeld. Hoe heet die? Pokémon op de DS. Emerald. Of, nee, niet Emerald. Je kon Diamond of Pearl. En ik had Diamond altijd. En dan moest je helemaal... Allemaal gek shit doen en dan op een gegeven moment, maar hier kan je gewoon, dan moest je helemaal raar doen in het gras, maar hier kan je gewoon een Pokémon kiezen en dan kan je gewoon weg. Dat is gewoon veel chiller dit. Daarom speel ik ook niet die, want die heb ik ook uitgespeeld en nu weet ik tot op zekere hoogte wat ik doe en ook op zekere hoogte niet. En ja, Paiert is natuurlijk een beetje een beetje ongeduldig. Nee, oh, ik wil mijn Pokémon, ja weet ik. Nee, kut, waarom vraag ik nou weer? What the fuck, nee, kut, wat doe ik? Ik doe wel zo, oké. Nu is natuurlijk de vraag, Charizard, of what the fuck, kut, Squirtle, Bulbasaur, of Piplup. Wat, Piplup is uit die andere? Ik ben echt in de war. Piplup is uit Diamond, die ik altijd speelde. Charmander natuurlijk. Nemen we Charmander, of Squirtle, of, oké, omdat Squirtle, omdat het woord Squirt erin zit, nemen we die. Want ja, we hebben ook al Patty en Paiert. Dus, en dat zijn natuurlijk de twee squirters van Nederland, samen met Kim Holland. Dus ja, dat moet. Squirtle. Ik ga er niet squirter van maken. We doen... hoe kunnen we onze Pokémon noemen?
Ja. We kunnen er. Ja, oké, okay, ik ga het toch doen. Waar staat die? Waar staat die Q? Oh, hier. Kut, de U. Squir. Waar is de R? Daar. Der. Zo, oké. Oké, hoppa. Oké, jongens, dit is nu al een vet flauw. En ik ga wel even wat origineler zijn. En niet al mijn Pokémon straks naar sekselementen noemen. Het zou niet zo heel erg origineel zijn. In ieder geval, we gaan nu het gras in natuurlijk. Wacht, Patty. Laten we onze Pokémon uitchecken. Nou ja, we mogen gelijk te vechten natuurlijk. Dat muziekje altijd. In het andere spel is het begin dus fucking kut. Want dan moet je in Diamond moet je natuurlijk naar die Red Gyarados zoeken. En dan moet je even door het gras. En op een gegeven moment moet je tegen een Starly vechten met iemand uit Professor Rowan's ding. Maar ja, dat is allemaal kut. Dit is veel leuker. Pokémon Fire Red is veel meer casual, veel meer. Het nostalgisch gevoel natuurlijk. Squirtle, use tackle. Chaka. Ja, oké. Okay, nou, dit gevecht is fucking saai. Ga ik doorspoelen. Hey, Squirtles heeft gewonnen. En we zijn level 6, bitches. Ik ga denk ik eerst even trainen. Want zometeen komen we bij die gast van level die level 5 iets heeft. En die kan best irritant zijn en zo. Of verwar ik het nou weer? Nou, ik weet het helemaal niet. Ik ga wel gewoon lopen boeien, weet je. Weet je wat boeien? We verslaan gewoon elke Pokémon, elke ASO die... Ja, hij gaat natuurlijk niet trainen, want hij denkt dat hij dan ons wel aan kan ofzo. Maar dat kan hij natuurlijk nooit, want ja, wij zijn veel cooler dan hij. Hij is echt een noob. Als het goed is krijgen we nu running shoes, toch? Oh, dit is niet ons huis. Dat is, Joost, dat is niet je huis, man. Is dit ons huis? Ja, dat is mijn moeder. Zo. Hoppa. Oh, oké, okay. Geen running shoes. Nou, ik vind het goed. Oh ja, dan moet ik straks natuurlijk eerst aan mijn moeder gaan vertellen dat ik voor professor ook op pad ga. Zo kut is dat. Ja, voordat ik dan mag... Wat doe je? Ja, boeit me echt geen flikker. Flikker op met je trainers tips. Ja, Pokémon vecht. Ratatatatatatata. En we hebben 24 XP. Gaan ze meteen natuurlijk weer level up. Want ja, wow. Weer hierheen. Ja, oké, weer een ratata. Gaat lekker levelen zoals ze heet. Level 3. Hey, wow, dat was een net insta-kill. En level 7. Dat schiet al op, jongens. Het schiet zeker op. En we leren bubbel. Dat is een vet handige aanval voor de gym straks natuurlijk. Maar ja, tegen die tijd hebben we waarschijnlijk al Water Gun geleerd. Ik kan proberen om deze serie alle 151 Pokémon te vangen. Tenminste, de 151 die echt uit deze generatie komen. Want je hebt natuurlijk al die anderen nog. Oh nee, wacht. Dat is natuurlijk bijna. Ik zit verwarrend met een randomizer. Ik ben zo random aan het praten. Ja, ik ga gewoon 51, alle 151 basis Pokémon vangen natuurlijk, proberen. Maar ja, eerst laten we dat maar later beslissen en eerst gewoon het spel uitspelen en shit. Voordat we gaan zeggen, yo, we gaan het spel, alle Pokémon vangen, gaan we gewoon eerst even de league verslaan. Dat is me nog nooit gelukt in dit spel. Wel in andere games, maar niet in van Pokémon, maar niet in deze. Dus ja. Zo, oké. Okay. We hope to see you again. Ja, ik jou ook. Thanks dat je mijn Pokémon hield. Waar moeten we nu ook weer heen? Oh ja, nu is die oude man. Dan moeten we naar de market toe. En dan zegt hij van... Oh, wow. Geef dit aan professor Oak. Kom jij van Pallet Town? Ja, inderdaad. Dat klopt. Ik wil graag... zeg maar weg. Oh ja, je gaat die oude man me leren ook Pokémon. Ik zit echt... Ik heb zoveel... Ik was op vakantie in Amerika. En... Toen moesten we een vet lange auto ritten. En toen heb ik die Pokémon Diamond op mijn DS gezet. En zag ik net het Pokémon Diamond te spelen in de auto. Dus ik vind het heel erg daarmee te verwarren. Maar dat maakt niet uit. Want dit is Pokémon Fire Red. En deze vind ik leuker eigenlijk.
Ja, nou, dan gaan we in ieder geval hier af en dan zo hierheen. En dan, ik vind het echt irritant dat ik nog geen running shoes heb. Ik zit ook bij dat. Zal ik de, hoe heet het? Oh, wacht, dit is Pirate's House. Weg. Watch. Is dit ons huis? Ja, Patty's House. Waarom heet het eigenlijk ons huis, terwijl onze moeder er ook woont en zij onze voogd is en zo? Ja, dat maakt allemaal niet uit, joh. Het maakt allemaal niet uit. Ja. Nu kunnen we langs die oude man, als het goed is. En dan kunnen we lekker door met onze Pokémon-avonturen, want dan gaat hij ons ook leren hoe we een Pokémon vangen en zo. En ik krijg ook weer ergens zin in. Doe zo, hoppa, doorspoelen. Ja, thanks. Oké, okay. Nee, oh, hey. Een Pidgey, die had ik wel willen vangen. Maar ik ga het niet doen. Level 2 ook, man. Daar krijg ik echt vet weinig HP van. En hij is dood. Doei, Pidgey. Was leuk je gekend te hebben. Oké, geef hem maar die 15 XP. En dan kunnen we weg. Zo. Ik wil running shoes. Oké, kut gevechten met die ratata's. Zo gaan we even doorspoelen, hoor. Dat was gewoon tackle. Dus dat is... niks belangrijks verder. Maar ik vind die doorspoelknop, ik had wel irritant als andere mensen dat vet veel doen. Dus ik had zelf ook niet te veel doen. Als het goed is kon je hier al helemaal op Victory Road uit vanaf hier ergens. Maar dan moeten we natuurlijk pas op het einde heen. Dus we gaan eerst naar het Pokémon Center terug. Want ja, we hebben natuurlijk wel constant zoveel mogelijk een geheelde Pokémon hebben. Die helemaal alle moves kan ook. Hoop ik wordt wel snel level 8, want dan volgens mij leren we op 9 of 8 of zo watergun en dat is, ik wil gelijk de gym aan. Oh nee, wacht, dan moeten we wel iets hoger levels. Ik zit het zo, ik heb het spel zo lang niet gespeeld dat het gewoon, ja, ik zie het allemaal wel, weet je. Oh nee, een oude man, oh. Wat? Hoezo? Oh kut, ik ben helemaal naar huis gelopen zonder naar ook toe te gaan. Oh, dit is zo fucking dom, jongen. Ik ben zonder naar ook toe gegaan, alleen langs huis gegaan om te healen, echt. Wat een begon ben ik. Nou ja, kunnen we nog even extra levelen, want hierdoor gaan we level 8. En hebben we nu watergun geleerd? Nee. Nou ja, boeien. Die leren we vanzelf wel. Oh, nog een gevecht. Ja, ik vind het goed, joh, Pidgey van level 3. En je bent dood. Zo. En dan zijn we alweer bijna op de helft van level 9. We moeten even hierheen naar Professor Oki. Zal ik dit doorspoelen? Want dit is fucking saai. Kijk, het is zo ook het dilemma als dit. Oké, dit gaan we doorspoelen. Ik heb er echt geen zin in. Ik wil gewoon spelen. Hierdoor moet je altijd zo doorheen bokken. Hier moet je altijd zo doorheen zetten. Zo mentaal de knop om en alles. La, waar ben je? Ja, ga maar weg. Ja, thanks. Oké. Zo, nu gaan we echt beginnen, jongens. Nu begint ons avontuur echt. Als Pokémon meester natuurlijk. Ook als Pokémon echt niet mijn sterkste genre games. Wat je mij moet laten doen, zeg maar. Mijn sterkste serie. Ik ben niet zo goed in Nintendo games, maar ja, boeien. What the fuck. We willen nu natuurlijk. Kunnen we wel langs die oude man. Want dat komt natuurlijk pas als je dit... Ik snap niet waarom een oude man de weg blokkeert. En dat die weg is op het moment dat wij iets naar Professor Oak brengen. Het zal wel een of ander complot zijn. Oh. Ik zit zo met te irriteren dat ik geen running shoes heb. Echt. God, tyfus. Daar wil ik niet doorheen. Niet door de tall grass lopen als je geen Pokémon wil tegenkomen. Dat is een tip die ik toch wel geef aan jullie. Het is niet zo'n hele scherpe, goede tip of zo. Heb je niet een, wat? Ah, jongen. Zo, goeie mag flikker. Mag ik 15 XP? Ah, geen level up, jammer. Jammer. Oké, kut. Level 3. Pidgey. Kom maar, zo. Doei. Level 9. Nog geen watergun. Oh, fuck. Nu gaan we level up. Oh nee, wacht, dat zijn we net gegaan, laat maar. Die moet even dood, dan is het goed. Ja, thanks. Oké. Yuri maakt heel vaak de grap als ik thanks zeg. Dan zegt hij,
Wil je oorlog of zo? Echt vet grappig. Ja, het is representing die boys, 12 spelerspelletjes. Willen we ons Pokémon healen? Ja, dat weet ik niet. Gewoon wel, denk ik. Gewoon wel. Of niet. Ik weet het niet. Ja, ze zijn in ieder geval geheeld, dus we hebben niet zo heel veel meer aan te doen. Geef me running shoes, nou. Nu gaat hij ons leren hoe Pokémon moeten vangen. Ja, echt fucking grappig. Oké, ja, dat is mooi. Helemaal mooi. We hebben de Pokémon geleerd hoe we dat moeten vangen. Ja, hij had ook een halve hartaanval en nu die koffie heeft, is hij weer helemaal oké. Dat is best raar, maar ja, boeien. Oké, wat is hier? Oh, wacht. Nee, moeten we nu door dat... Ah, fuck. Nou ja, in ieder geval, we stoppen zo meteen de aflevering. Dan gaan we de volgende aflevering in dat bos natuurlijk, waar we doorheen moeten naar de eerste city. Dat is natuurlijk hier in Viridian Forest. Ik weet niet zeker of ik het goed heb. Viridian Forest, ja, ik weet het nog goed. Oké, okay. We gaan volgende aflevering naar Viridian Forest. Tenminste, we zijn er al, maar we gaan er doorheen. En dan gaan we waarschijnlijk Brock verslaan, die schavuit, die boef. En dan hebben we de eerste gym badge binnen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende aflevering weer. En dan zeg ik tot ziens, jongens.